de talentenschool van Turnhout staat onderwijsvernieuwing hoog op de agenda. Al 3 jaar brengen ze elementen van de hervorming van het secundair onderwijs in de praktijk. Eigenlijk hebben we ervoor gekozen om de barrières tussen ASOT, SO, BSO zoveel mogelijk neer te slagen. Door de leerkrachten fysiek bij elkaar te zetten. Bijvoorbeeld alle taalleerkrachten zitten in de talengang. De vakgroepen over al die niveaus heen hebben we samengebracht. En ze zijn veel meer beginnen communiceren. Een ambtenaar werkt voor de staat. Wordt betaald door de staat. Maar klopt dit dan ook of niet? Niet volledig. Het is onvolledig eigenlijk in dit geval. Ze werken inderdaad vooral met hun hoofd, maar ze werken voor de staat. De school is opgedeeld in 7 departementen volgens belangstellingsgebieden. Die samenwerking over de onderwijsvormen heen zie je duidelijk in het economisch leercentrum van het departement Economie. Dus wij zitten hier met een groep van economische leerkrachten. En wij komen allemaal samen hier in dat economisch leercentrum. Dat kan zijn dat hier een 3 economische samen zit met een 7 kantoor, met een 4 technische handel. Zij krijgen hun werk. Zij werken daar zelfstandig aan. Wij begeleiden, dus wij lopen rond. Wij gaan ze verder helpen, mochten zij vragen hebben natuurlijk. Te maken, zoals hier. Als het leerplan het toelaat, kunnen leerlingen van de verschillende studierichtingen binnen het departement Economie samen aan een project werken. Leerlingen die hier bijvoorbeeld handel doen, zij hebben dezelfde competentiedoelstellingen als een heel deel van ASO Economie. Dus zij kunnen perfect samen een project aanvatten. Het maakt niet uit dat daar enkele uitbreidingen bij zijn. Ik bedoel, dat verandert het project op zich niet. In het eerste jaar starten de leerlingen met talentenmodules. Deze leerlingen van 1B hebben de initiatie hotel gekozen. Dan mag je eentje proeven wat je zelf gemaakt hebt. Veel leerlingen die starten met een heel romantisch idee aan een studierichting. Wij willen zeker dat de leerlingen een realistisch beeld hebben, dus ook al onmiddellijk in de situatie terechtkomen of in de omgeving terechtkomen, waar ze later in terechtkomen als ze voor een bepaalde studierichting kiezen. Als ze eronder leggen, of is het te koud, kun je daar gewoon mee pakken en je inkt de te hoog duwen. Dan staat het ook. Hier, ja. Alle leerlingen van het eerste tot het zevende jaar krijgen naast het traditionele puntenrapport ook een talentenrapport mee naar huis. En aan dat talentenrapport worden feedbackgesprekken gekoppeld, 2 keer per jaar. Want ik zie ook op je rapport dat je ook iets mindere vakken hebt. Je hebt geen tekorten, dus dat is goed. Dus weet je waarom dat je op een bepaald woord van fysica een beetje een zwakke resultaat hebt? Omdat dat zo nieuw en dan weet je niet wat ik daarvan moet verwachten. Bij een gewone klasraad wordt er dikwijls heel snel overgegaan over de leerlingen die goed scoren. Wordt er iets meer tijd besteed eigenlijk aan de zwakkere leerlingen, van hoe we die beter kunnen maken. Tijdens zo'n feedbackgesprek kunnen we eigenlijk de goede leerlingen helpen om hun iets minder goede vakken beter te krijgen door te vragen hoe kan je talenten gebruiken voor je andere vakken beter te krijgen. Ook is dat een heel goede kans eigenlijk om iets zwakkere leerlingen te helpen. Van, ze hebben altijd wel een paar goede vakken. Van hoe kan ik die talenten gebruiken voor mijn andere vakken beter te krijgen? Hoe ga ik dat aanpakken naar mijn volgend dagelijks werk of naar mijn examens? Dus dan kunnen we daar iets meer op inspelen eigenlijk dan tijdens een klasraad of zo. Dus ja, voor van goed naar zeer goed te gaan, heb je een idee hoe je dat gaat proberen aan te pakken? Nee, eigenlijk niet. Nee? Bijvoorbeeld bij die rekenvaardigheid gewoon extra oefeningetjes maken, hè? Zo, ja. Dat het allemaal vanzelf gaat, dat je dat gaat kunnen. Is goed. Goed? Ja. Veel succes met het gaan. Dank u wel.